kijkers van Pauwmolen. Super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal Pauwmolen. Ja jongens, meisjes, we zijn weer terug met een nieuwe Minetopia video op de DDG server. Maar jongens, meisjes, dit kan zomaar de laatste zijn. Dit kan zomaar de laatste video zijn op de DDG server. Omdat we de afgelopen 6 jaar bijna geen support hebben gehad van de DDG server. Wij zijn altijd DDG trouw gebleven om toch te strijden voor dat ene YouTube rankje en de support van de DDG server. Maar helaas, waarschijnlijk zit het er niet in. Ze willen mij niet hebben als content creator. Dus dan moeten we eindelijk een keer bepalen en op zoek gaan naar een andere server. Nou, in ieder geval, we gaan over een weekje op zoek naar een andere server als ik niks blijf horen van de DDG server. Dus hierbij een laatste oproep. Maar jongens, meisjes, dit kan dus zomaar de laatste video zijn. Spam Danny onder van gun die Pauwmolen een YouTube rankje of iets. Want hij maakt al jaren video's. En anders gaan we gewoon lekker op een andere Minetopia server video's maken. En dan kunnen we wel weer actief Minetopia uploaden. Maar wat jullie graag willen. Maar jongens, meisjes, let's go. Ja jongens, meisjes, zoals jullie zien, we zijn in de fantastische stad Stolgetta aangekomen. We zijn hier momenteel bij de Pirate Bank. En hier zo kan je namelijk dagelijks uurloon halen. Je kan hier iedere dag uurloon claimen. Dan loop je naar de NPC, je kan een zilverstuk krijgen. Je kan een goudstuk krijgen en een diamondstuk. Oh jee, we kunnen dit diamondstuk nog niet claimen. Maar jongens, meisjes, speel je Minetopia, ga alsjeblieft naar Stolgetta, want deze stad heeft nog heel veel mogelijkheden. Ik denk dat deze stad over een periode best wel veel kans maakt om toch nog door te groeien in de Minetopia wereld. Maar als je nu al een beetje dagelijks je kontjes claimt, dan mocht je automatisch rijk in deze stad. En verder kan je die munten nog handelen op de marktplaats. Want als de DDG server dadelijk het boekbeeld omgooit en alles gaat richten hier zo op deze stad. Als hier eventjes komen met de kerst en alles wat eraan mag komen. Dan moet je blij zijn als je die munten hebt. In ieder geval, ik zou zeggen, spaar die munten. Probeer ze iedere dag te collecten. En voor de rest, blijf vooral Minetopia spelen. Nou, in ieder geval, waarschijnlijk was dit een van de laatste video's op de DDG server. Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen tijd heeft gesupport onder mijn DDG Minetopia video's. Nou jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En dan zeg ik zoals altijd, later.